Standby voor een ieder die een klus had om op te knappen.
En deze zijn altijd naar grote tevredenheid uitgevoerd. Zijn specialiteiten waren automonteur en lassen. Maar ook in de bouw heeft hij zich doen kennen als een echte bouwvakker. Zijn kundigheid en vaardigheden hield hij niet voor zichzelf, want gedurende 3 jaar heeft hij les mogen geven in het vak automontage op TANA, een school voor drabants. Bij een vuurwerkongeluk in 1999 verloor onze Raymond 4 pootjes en werd toen in Nederland afgekeurd. Maar actief als hij was, kon hij niet bij de pakken neerzitten en besloot hij terug te keren naar zijn geboorteland Sweety Suriname. En zonder ook al om Raymond als zoon, broer, neef en of vriend te mogen hebben. Je kon altijd 100% op hem rekenen. Anytime, any place. Hij stelde nooit teleur. Hij was een echte vriend. We zullen hem erg missen. Diana Schuyer. Of vaker Diane genoemd. Diane Schuyer is geboren op 16 juli 1988 correct 13 juni. Alright, ik zal het bij deze officiële plechtigheid direct corrigeren. Is geboren op 13 juni 1988 en was de enige dochter van Liliane Lelientaal. Ze had 3 broers, te weten Patrick, Orlando en Roberto. Naast de overleden tweeling Candice en Kishna was hij ook de moeder van Sven, Charity en Nathan. En allen het leven lieten. Uit de liefdesrelatie van Raymond Diane is een tweeling geboren op 25 november 2014. Candice, Safira en Ray en Kisha, Gaby, Mondiane. Indien u goed luistert naar de namen van de kinderen, dan merkt u dat de ouders de eenheid die tussen hen bestond ook tot uitdrukking hebben gebracht bij deze kinderen. De naam Anna Ray. We zullen ze allemaal missen. Ze zijn nu wel samen heel gelukkig, maar ze zijn samen nu in het paradijs. Mag ik nu uitnodigen om ons in gebed voor te gaan om deze uitvaartdienst te verzorgen? Pastor Kenneth Kassam Paviro.
Dank u, meneer Van Vliet. Ik groet op dit droevig moment. In het bijzonder de nabestaanden. Het is een moeilijk moment vandaag. Waar we Raymond, Diana, Candace en Keisha, tenminste hun ontzielde lichamen, aan de schoot der aarde moeten toevertrouwen. Een zwaar moment. En ik wil u allen namens de familie alvast bedanken voor uw aanwezigheid, voor uw medeleven. Het leven waar wij allen, vooral in deze tijd, meestal aan onszelf denken. En wanneer zulke momenten zich voordoen, dan stoppen we alles. Al onze drukte stoppen we even voor een moment van troost, een moment van bemoediging aan de familie. En vooral de mensen die een andere kijk hebben of kregen in het leven, wanneer zulke dingen zich voordoen, wil ik u bemoedigen en aanraden om richting Jezus Christus te kijken. Vanmiddag wil ik u, zeg maar, Gods woord laten spreken, de Bijbel. Dat er een hiernamaals is, dat we mogen beseffen, zoals Gods woord dat zegt, dat dit leven hier vergeleken kan worden als een ademtocht in vergelijking met de eeuwigheid van onze hemelse Vader. En daarom is het nodig om even bij stil te staan en jezelf afvragen: wat doe ik? Wat doe ik met het leven die we hebben ontvangen van onze Heer? Ik lees van het Psalm, hoofdstuk 119. Vers 49 en 50. Welkom. En u mag, zoals hij dat heeft geroepen, tot de Heer roepen. Heer, van waar zal mijn troost komen? Van waar zal ik die kracht vinden om te staan, Heer? Op dit moment van diepe droefheid. En zegt David: mijn troost is in uw belofte, Heer. En ik denk dat wij, vooral de dichtbijzijnde nabestaanden, en gisteren mocht ik zien hoe hecht de familie is en hoe ze elkaar ondersteunen en elkaar helpen, elkaar bemoedigen. En het is goed als u zulke familie. Gods woord is de plant gezaaid in uw hart. En het schiet wortels in uw hart. Zo wanneer we deze momenten aantreffen, dan is het nodig dat Gods woord, dat wortels heeft geschoten in uw hart.
dat het woord tot leven komt. Omdat dat woord uw kracht kunt geven. Dat woord kan tot troost zijn. Maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat pas beginnen. Als u degene die de belichaming was van het woord. De Bijbel leert ons dat Jezus Christus de belichaming is van Gods woord. Om uw woord dat in hun diep geworteld is tot leven te doen komen, Vader. Ik vraag u, bescherm van verdriet. Bid ik u dat deze bescherming. Heer, dat ik uw innerlijk gebied om over hen te waken. Vooral in de tijden van eenzaamheid. In de tijden van gemis. Dat deze die kracht zult geven om te blijven staan. Om niet te zinken in droefheid, Vader. Dat ik ze gaat leren om te roepen tot u. Vanuit het diepste van hun hart. Dat ze gaan leren om zich vast te klappen aan u. Vader, in de naam van Jezus. Heer, dat ze uw liefde van heel dichtbij mogen ervaren. In de naam van Jezus. Bidden wij. Heer, we bidden. Heer, dat hij ons ook veilig leert. Naar de begraafplaats hier. En dat alles vlot mag verlopen. We bidden het in de naam van Jezus. We bidden voor ieder. Pastor Kenneth Kassan Babiro. Dames en heren, de pastor heeft zo net aangegeven dat hij gisteravond thuis was bij de familie. En dat het diepe indruk op hem heeft gemaakt hoe goed de familieband is. Het is een grote familie. En toch is er een heel hechte band tussen vooral de kinderen van het tweede geslacht, de nichten en neven. Ze hebben daarom dan ook een gedicht geschreven. En aan dit gedicht gaan nu al de nichten en neven luisteren die eraan hebben meegewerkt, ook in het buitenland. Thuis bij Jitske in Nederland is de familie bijeen en volgt nu deze dienst. Ook in Duitsland wordt dit gevolgd bij de familie. Want die eenheid wordt ook vandaag getoond. Waar je ook bent, je bent hier bij dit afscheid. Ik lees het gedicht voor van de neven en de nichten. Milo biwant, familie, vader, we kregen, omdat mine draaibaka, asari futru, ai, asari, ma, ono musfubari, denk terug aan mij als een prettige zoon, broer, oom en neef, die met veel humor heeft geleefd. Ik leefde van dag tot dag, met altijd een heel brede lach. Geen situatie was mij te groot, creatief in elke oplossing die ik bood. Ik hield niet van ruzies, no jugu jugu. Gewoon flexie. Zelfs met een paar vingers minder werd ik in mijn werk niet gehinderd. Mijn leven was voor mij veel te kort. Mijn levenslijn werd drastisch opgeschort. Utegalibi, vader, lop makandra, no one had wat idde. Reken het tak oli.
Rieke, Rieke, Rieke. Nefo, daar lig je dan. Een sterke persoonlijkheid en een sterk lichaam. En dan kun je alleen maar stil zijn. Waar had ik nu mijn woorden vandaan? Er was altijd zoveel liefde, zoveel gezelligheid, zoveel gelach. Alles wat we nu nog hebben is zoveel stilte. Altijd stond je klaar voor ons en voor een ander. Vaak ook een tikkeltje eigenwijs, maar altijd opgewekt en blij. Je had nog zoveel te geven. Je was nog niet klaar met het leven. Flink was jij je hele leven, ondanks je veel hebt gestreden. Flink wil jij nu dat wij zullen zijn. Maar afscheid nemen doet ons zo'n pijn. Er valt nu een groot gat op de plaats waar jij eens zat. Vaak zullen we je nog tegenkomen met wat je was en wat je zei. Je bent wel van ons weggenomen, maar een stuk van jou blijft altijd heel dichtbij. We hadden nog zoveel plannen. We wilden nog zoveel doen. Maar
Thank you.
Ja, was lekker. Hé, en men zou te dien dagen zeggen, zie, deze is... Amen. En voor de familieleden... omdat uw woord zegt, dank onder alle omstandigheden. Dank bij elke situatie. Zeg dank. Zie, ik snap het niet. Ik begrijp het niet. Waarom moet ik u dank zeggen, Heer? Omdat het is niet een blijde iets. Het is niet een mooie iets. En waarvoor moet ik u dank zeggen? Maar uw woord zegt, zeg dank onder alle omstandigheden. Wat, als wij het ook niet begrijpen, wat wij ook niet kunnen begrijpen. Maar Heer, ik wil u dank zeggen. Zeg dank en ik zeg u ook dank. Vader, ik zeg u ook dank. Zoon, ik zeg u ook dank. Heilige Geest. En op dit moment leg ik de familie onder het kostbare bloed van u. Gewassen, ik reinig met het bloed. Ik bid u een extra bescherming voor ze, moeder, mensen die achter zijn gebleven. Ik bid u een extra bescherming, trouw God en Vader. En dat vraag ik u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Want uw woord zegt dat we moeten bidden en dankzeggen. En Heer, ik smeek u dat ze nieuwe kracht van u mogen ontvangen op dit moment. Een bovennatuurlijke kracht voor de familieleden. Grace, watch out for the... Deze? Ja, it's still wet. U een wel thuis, dat de vrede van de Heer met u meegaat. Rust u goed uit. Dank u. Zet het maar erop. Zet, maar erop. Zet hem maar op. Doe hem maar erop. Doe maar erop. Ja, wat is dat? Druk hem maar in, druk hem maar in. Nee, laat het zo. Alleen nog wel Mario.